Welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan we wederom kijken naar de schaakolympiade, het grootste landentoernooi in het schaken. Normaal gesproken doe ik één partij per ronde. Ik heb gisteren uit ronde 6 de partij van Anishgiri besproken, maar er was zo'n mooie partij, die moest ik wel bespreken, die kon ik jullie niet onthouden. Dat was de partij van Hermel Amy, wat mij betreft tot nu toe de partij van het toernooi. Hermel Amy speelde natuurlijk met Nederland tegen Kroatië. En altijd het leukste gedeelte van de video is dat ik probeer de naam van de tegenstander uit te spreken. Zdenko Kozul, grootmeester uit Kroatië dus. Maar het gaat niet om de namen, het gaat om het spel. Laten we gaan kijken naar deze prachtige partij. Wit begint met D4 en we zien D5 op het bord. Opvallend is dat beide spelers eigenlijk kiezen voor een stabiele positionele opening. En als je als zwart tactisch wilt spelen, kan je natuurlijk de Queen's Gambit Accepted spelen. Maar we zien Queen's Gambit declined, niks aan de hand, rustige positie waarin beide spelers een stuk in het spel brengen. We zien zelfs wat rare openingstheorie dat er ondertussen bij hoort, waarbij de loper eerst naar B4 gaat en dan weer terug naar E7. Ik weet niet precies waarom het goed is, maar dat zijn computerzetten. En we zien de zet C6 op het bord, over stabiliteit gesproken. Deze pion wordt goed verdedigd en we zien een stabiele setup van zwart. We zien B6 om loper B7 te spelen. Wit rokeert, zwart brengt een stuk in het spel. En we zien dus uiteindelijk deze set loper naar B7 om de loper van wit in zekere zin te neutraliseren. Wit heeft natuurlijk controle over de enige open lijn, wat een voordeel biedt voor wit. En het feit dat de loper ook staart naar dit veld geeft aan dat wit deze set kan spelen en kan infiltreren in het kamp van zwart. Maar wat we zien is dat wit niet met de dame infiltreert, maar met de loper. Dit is een set die ik, als ik beginners les zou geven, zou afraden, omdat dit typisch een set is die voor één beurt je tegenstander aanvalt. Zwart moet natuurlijk de dame verplaatsen, maar daarna heeft deze set niet heel veel in zich wat hem goed maakt, om het zomaar te zeggen. De loper is niet heel goed op dit veld. In zekere zin kan het in de toekomst zelfs een zwakheid worden. En dat is een klein beetje wat er gaat gebeuren in deze partij. We zien dame B3, toren C8, paard naar A6 en paard E4. We zien de zet paard naar B5 om onder andere deze pion aan te vallen. Paard D6 is een idee, misschien in sommige posities. En je verdedigt deze loper ook nog eens extra. En hier zien we een prachtige zet. Paard naar C5. Wat een sacrifice. En uit niks wordt deze zet gespeeld. Het is een briljante zet. En wat heel opvallend is aan deze zet, is dat wit de sacrifice kan accepteren. En dat er niet een directe manier is voor zwart om materiaal terug te winnen op je tegenstander schaakmat te zetten. Wat je wel vaak ziet bij tactieken. Want wit kan simpelweg deze loper verplaatsen. Dit is natuurlijk het zwakke stuk in de positie. Als zwart bijvoorbeeld A6 kan spelen en dit paard weg kan kicken, dan kan je de loper winnen. Maar wit heeft simpelweg de tijd om de loper terug te halen. En je zou zeggen, wat is er nu aan de hand? Nou, de zet C4 is super sterk. Je moet dit paard blijven verdedigen. Het enige zet die dat kan doen is dame A4. Deze twee velden zijn gecontroleerd door de loper. Hier heeft zwart de zet loper C5 om voor koning te gaan. Nadat wit blokkeert, is de zet loper C6 mogelijk. Je pint het paard naar de dame en dit paard gaat verloren. Je kan dit paard niet goed extra verdedigen. Paard D4 is mogelijk. Hier slaat zwart en je wint uiteindelijk het paard. De lijn is nog niet helemaal over, want wit kan hier slaan. Maar dit is een positioneel goede positie voor zwart. En vandaar dat wit hier ook niet voor gaat. En in plaats daarvan, de zet paard naar D4 speelt. Wit zegt eigenlijk wat jij kan. Dat kan ik ook. Ik geef ook mijn paard op. Maar dit paard kan niet geslagen worden als je er slaat. Het gaat altijd om de nuances in het schaken. Verdedigt de toren de loper en is deze tactiek mogelijk. Wit slaat de pion. Je valt hiermee de toren aan. Je valt de loper aan. En op deze manier win je gegarandeerd materiaal als wit zijnde. Omdat de toren niet bijvoorbeeld naar B8 kan om de loper te verdedigen. Win dus dat in plaats daarvan. Wit deze zet speelt. Nu kan je dit niet spelen, want nu slaat zwart simpelweg de loper. Deze lijn is nu geblokkeerd door de pion. We zien dus in plaats daarvan, trouwens, ik loop alweer op de zaken vooruit. Wit moet natuurlijk reageren en je zou zeggen, oké, als je niet dit kan spelen, dan moet je het paard terughalen. Maar jullie zagen het al, de zet die gespeeld wordt is loper pakt E4. Wederom, je eerste instinct is, oké, ik sla gewoon de loper terug. Maar dat is een fout. Er zijn drie
stukken die je kan slaan en slechts eentje is goed. Ik zal ze even doornemen. Als je hier slaat, wat dus een fout is, heeft de witte deze set, paard naar B. D6. Je valt de dame aan, je valt de toren aan. En nou, zwart hier is hier ongeveer geforceerd te slaan. Hier slaat wit terug. Je valt de toren aan, je valt deze loper aan. En zwart kan niet al het materiaal verdedigen. Dus vandaar dat het goed is voor wit. Je kan dit paard ook niet slaan door dezelfde reden. Je valt wederom als wit zijnde de dame en de toren aan. En je komt in hetzelfde probleem terecht. Dus de enige zet die mogelijk is voor zwart, of in ieder geval die goed is voor zwart, dat is om dit paard te slaan. En dat is wat Erwin Lamy doet. Natuurlijk zijn er nog superveel problemen trouwens ook voor wit. De loper, het paard en deze lopers zijn nog onder de aanval. Maar wit denkt slim te zijn met de zet paard pakt. B5, maar dit is een fout. Je verdedigt de loper. Dus deze loper kan niet meer geslagen worden. En het is ook niet zo dat hier geslagen kan worden door nogmaals dezelfde tactiek. Paard naar D6 is mogelijk. Je kan nu niet slaan, dan verlies je de dame. En ja, ik kan hem wel nog een keer laten zien. Maar jullie weten hem onderhand wel. Je moet hier slaan. Je valt de toren aan. Je valt de loper aan. En dit is goed voor wit. Wit wint simpelweg materiaal. Oké, okay. Dat is niet de bedoeling. De zet die gespeeld wordt, jullie zagen het al, is C4. Interessante zet van zwart. Je valt de dame aan. En het probleem in deze positie is dat, nou ja, er te veel stukken zijn die eigenlijk onder de aanval zijn. De loper is nog onder de aanval, de dame is onder de aanval. En als je bijvoorbeeld simpelweg dame naar C2 speelt, dan kan zwart dit paard slaan. Dus je moet het paard blijven verdedigen. Als je hier naartoe gaat, dan kan de zet torenpakt C7 gespeeld worden, omdat nu het paard gepind is door de dame, waardoor je alsnog je dame verliest. En wat we ook al eerder bespraken, de dame kan niet naar deze twee velden om het paard te verdedigen. Dus vandaar dat dit een heel mooie zet is van zwart en dat wit geforceerd is om complicaties in te gaan. Maar wit kiest voor de verkeerde zet. De beste zet in de positie, geloof het of niet, is alsnog paard D6 om nogmaals die dame aan te vallen. Zwart slaat, je slaat die terug. En het probleem van deze manoeuvre is dat, als we naar kijken, stel je voor je brengt hij de loper terug, zodat hij niet geslagen kan worden. Dan heeft zwart deze set, de loper F6. Je valt de pion aan. Je kan hem alleen verdedigen met deze toren, want deze toren verdedigt de loper. En hier nou, verlies je de partij omdat zwart met deze pion de pion slaat. Je valt de toren aan. Als de toren opzij gaat, sla je hier en win je de partij. Heel veel complicaties. Ik hoop dat jullie het kunnen volgen. Maar in ieder geval, we zien deze set in de positie, dus niet paard naar D6. Loper pakt H7 wordt gespeeld. Zwart slaat. Wit geeft een schaak om uit deze aanval te komen. En zwart blokkeert. En het lijkt er eigenlijk op alsof wit een voordeel heeft. Want wit heeft hier al materiaal en heeft alsnog deze set paard naar D6. Je valt de dame aan, je valt de toren aan. En er is geen goede manier om beide stukken sowieso te verdedigen. En als je hier slaat, kom je alsnog in hetzelfde probleem terecht. Omdat zwart hier de toren aanvalt. Natuurlijk, in dit geval is het niet zo dat deze loper wordt aangevallen. Maar je komt in een positie terecht waarin zwart minder materiaal heeft dan wit. Dus je zou zeggen dat dit een hele mooie set is. Maar de reden waarom deze set nu niet werkt, is omdat zwart deze set heeft. Geloof het of niet. Dame naar C6. Je geeft het paard op. Dat wordt ook in de partij geslagen. Zwart slaat terug. En ondanks dat wit meer materiaal heeft en ook de loper kan beschermen door hem naar A5 te verplaatsen. Dit gebeurt allemaal in de partij. Heeft zwart een winnend voordeel. Zwart gaat niet voor materiaal. Maar gaat direct voor de koning. D4 wordt gespeeld. De dame en de loper staan nu op dezelfde diagonaal. En vallen dit veld aan. Je valt niet per se een veld aan. Maar je gaat natuurlijk voor de schaakmat. Wit moet verdedigen met F3. We zien dat zwart doorgaat met aanvallen. D3 op het bord. Wat een zet. Als hier slaat, slaat zwart hier deze pion. En de schaakmat is niet te stoppen. Dus de dame gaat terug. Zwart slaat. Wit slaat terug. Zwart heeft de schaak. Je valt de koning aan. En je gaat alsnog voor het materiaal. Wit verplaatst koning. Je slaat. Maar het probleem in deze positie is uiteindelijk, geloof het of niet, ik zal het even doorspoelen, dat je in een eindspel terechtkomt dat winnend is. Al die tactieken om in een positioneel eindspel te komen, dat winnend is voor zwart. Soms gaat het zo in schaken dat je de meest prachtige partij kan spelen, maar dat je niet eindigt met een spectaculaire schaakmat. Maar simpelweg in een eindspel dat beter is als wit weer slaat. En de dames raad,
dan is het materiaal gelijk, maar de twee lopers tegen een toren, dat is beter voor zwart. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het persoonlijk iets wat voorbarig vind om in deze positie op te geven. Maar wit doet dat wel. Het zijn natuurlijk grootmeesters, die kennen die posities veel beter dan ik. Maar wit oordeelt over deze positie dat het positionele voordeel dat zwart heeft gewoon te groot is dat je daar niet van kan terugkomen. Want ook de computer geeft geen tactische manier om de partij snel te eindigen. De beste zet volgens de computer is A4. En simpelweg loper naar E4. En dit is blijkbaar winnend voor zwart. Je hebt de zet loper F6 om nog steeds voor de idee te gaan, wat super gevaarlijk is. Maar in ieder geval, wit geeft op en Erwin Lamy wint een prachtige partij.